Wel gratis knuffels, hè, als ze huilen. Ik ben hier bij de Conscious Club en we gaan zo meteen kijken naar een presentatie van het boek van Tim van der Vliet. Het boek heet... Papa, jij snapt er ook echt helemaal niets van, hè? Het boek gaat over wat ouders kunnen leren van kinderen. Tim is het eerste kindje van het waterleven. Het gaat over kindjes. Nou, dan zijn we ongeveer rond, toch? Hallo allemaal, bedankt dat jullie er allemaal zijn. En Lian, die gaat mij het eerste boek uitreiken. Nou, bedankt. Ik heb het boek samengemaakt met Dorien Franke en met Vanessa Ostey. Want het is heel simpel, als ik tegen Dorien zeg van ja, ik heb iets en doe maar wat, dan maakt zij er dus dit van. Tim is gewoon een hele enthousiaste, relaxte opdrachtgever. Super bedankt. Graag gedaan. Ja. Papa, je snapt er ook helemaal niets van, hè? Hoe kom je aan de titel Papa, je snapt er ook helemaal niets van, hè? Het is een jaar of 6, 7 geleden dat mijn dochter naast me liep. En die gaf maar een jas en ze zei heel erg streng, papa hou vast. En ik zei, hoezo zou ik dit vasthouden? En toen zei ze, papa, je snapt er ook echt helemaal niets van, hè? Ik vind het echt heel leuk. Ik ben ook heel trots op hem. Hij heeft zoveel ideeën, maar toch, hij doet het echt. Door gewoon maar tegen jezelf heel vaak te zeggen en er ook heel bewust van te zijn dat je eigenlijk heel weinig of misschien wel helemaal niets weet, word je dus veel opener en dat zij als een kind in het leven. Waarom snap je vader er soms helemaal niets van? Nou, hij vergeet heel vaak zijn sleutels of zijn geld. Of laat hij de lampen aanstaan wanneer we op vakantie gaan bijvoorbeeld. Ja, hij begrijpt er gewoon soms helemaal niks van. Nee. Ja, heel belangrijk ook, leren van je kinderen. Dus luisteren naar je kinderen. Want als je naar je kinderen luistert en van ze leert, dan voelen zij jou vertrouwen. En dan staat het luik ook open om je terug te vertrouwen. Ik ben super trots op hem. Ik vind het eigenlijk heel inspirerend hoe hij het omdraait en eigenlijk zegt van hoe word je opgevoed door je kinderen en wat kun je daarvan leren. Het is echt een boek over ons. Dus dan kan je echt zien hoeveel liefde erin zit. 2 uur me-time per dag, dat is mijn geheim om er plezier in te houden en om niet echt knettergek te worden. Of het in de praktijk echt heel erg toepasbaar is, daar ben ik heel benieuwd naar.